Het moet geen fijne aanblik geweest zijn toen de politie en inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij deze boerderij in Ruurlo de stallen binnenliepen. Gelet op de verschillende stadia van ontbinding waarin de kadavers zijn aangetroffen, lagen deze kadavers er al gedurende langere tijd. Deze dieren zijn doodgegaan van de honger. En varkens in hongersnood gaan aan elkaar knagen. En het moet een enorm drama zijn geweest in die stallen. En dat moet buiten de stallen te horen zijn geweest. Desondanks heeft Dachte niets gedaan om in te grijpen. En dat verwijt, dat maak ik hem. Toch houdt de officier van justitie ook rekening met de omstandigheden. De varkenssector is een moeilijke sector en daar had deze boer veel last van. Om zijn schulden af te betalen was de varkensboer naar eigen zeggen 17 uur per dag aan het werk. Familie en werkgevers omschrijven hem als een man met liefde voor zijn vak en liefde voor de dieren. Ze snappen er dan ook niks van dat dit heeft kunnen gebeuren. Zijn advocaat denkt daarom dat het in een blackout gebeurd is. Maar de rechter gaat niet mee met de advocaat en hij geeft dezelfde straf die het OM ook al had geëist. Ik heb de foto's gezien in het dossier en ik moet zeggen van dit heb ik nooit eerder gezien. Het zag er verschrikkelijk uit. De rechter is wel mild in zijn straf, want hij ziet dat de verdachte direct na de inval van het NVWA goed meewerkt. Professionele hulp zoekt, schulden afbetaalt en spijt betuigt. Ook wil hij geen eigen bedrijf meer. LTO Nederland heeft een meldpunt opgericht waar boeren met problemen terecht kunnen. Daar hebben we natuurlijk een programma voor gemaakt om te zorgen zeg maar, dat we voor onze leden die even meer moeite hebben om mee te komen, dat we daar een achtervang hebben. Dat doen ze bijvoorbeeld door vrijwilligers met de boeren te laten praten. Dus die bieden eerst een luisterend oor. Daar gaat het vaak om, dat mensen hun probleem kwijt kunnen. En die kunnen vanuit dat perspectief zeg maar, helpen van nou, als je dit doet of ik roep die professional in, die kunnen mensen op weg helpen. En zo hopen ze drama's zoals in Ruurlo te voorkomen.